Zo, op naar school. Even iets wat meenemen voor collega's, want die mogen het ook natuurlijk uitproberen. We zitten inmiddels heerlijk buiten. Zonder zonnescherm. Want, iets met, nader het onheil wordt er geroepen, maar kijk die kop daar. Goedemorgen. Het is 7:30. Ik ben al een poos wakker. Ik heb al een kookvideo geëdit. Ik zit me nu alleen af te vragen of ik de pesto die ik nog doorgedaan heb wel genoemd heb. Dat is nog een goede. Ik weet niet of ik die tegen ben gekomen. Je bent ondertussen dat je aan het editen bent ook aan het luisteren naar je tekst, maar ook aan het kijken naar de beelden en dan wist je nog wel eens iets. Dus dat ga ik vanavond nog even checken, want ik moet zo aan het werk. Ja, en gisteravond ging daar iets stuk. En dat zit precies onder mijn bril. Dus dat is niet handig. Kunnen we er niet zoveel aan doen. Maar de crème zit er weer op. Oh, en jullie hebben een lege accu. Komt dat mooi uit, want ik ga naar beneden ontbijt maken. En dan zie ik jullie daar met een verse accu. Zo, op naar school. Even wat meenemen voor collega's, want die mogen het ook natuurlijk uitproberen. Ik heb er vandaag eentje die in aanmerking komt. De anderen krijgen het later deze week. Zo. Lunch zit al in de tas. Maar ik hoop eigenlijk dat ik hem thuis kan opeten. Zou wel lekker zijn. Ik ga lopen. Ik zie jullie weer als ik thuis ben. Ik heb geen idee hoe laat. We gaan het allemaal ervaren vandaag. Goedemiddag allemaal, daar ben ik weer. Ik ben inmiddels al een hele poos thuis. Ik heb heerlijk gewerkt. Vanmorgen was fijn. Lekker veel opgeruimd, dat is ook wel eens fijn. Ik zag net dat mijn allereerste passiebloem van dit jaar er is. In de heg. Ik zal hem even laten zien. En ik sta op het punt om een rondje te gaan fietsen. Maar kijk nou eens hoe mooi dat allemaal is hier. Zie je eens. En kijk, de eerste weer. Ik hou ervan. Er komen er nog veel meer aan. Hij zit echt helemaal bomvol met bloemen. En dit is ook prachtig. En dan moet je nagaan, hè? Ik had hem daar afgeknipt. Ja, alles doet het super goed. Vanavond even weer water geven, want ze hebben dorst. En ik ga nu lekker een rondje fietsen. En Valerie is nu officieel geslaagd. Met alleen maar 9's en 10's. Ik ben super trots op haar. En we gaan lekker eten bestellen bij de beren, hebben we besloten. Ja, het is vrijdag, dus het mag. En geslaagd hadden we al afgesproken. Als je geslaagd bent, dan gaan we lekker wat bestellen. Dus dat gaan we zeker doen. Maar ik ga nu eventjes een rondje fietsen. Ik heb mijn 10.000 stappen al gehaald met alleen werken. Dat is op zich best wel heel knap. Want ik heb alleen maar achter de computer gezeten. Maar het geeft wel aan, nou ja, ik ben erheen gelopen en zo. Ik moet even mijn haar nog een beetje waks in doen. Het is een beetje door de war, want het waait hier enorm. Maar ik stap op de fiets. Zie jullie straks. Kijk. ik heb iets te veel waks erin gedaan. Ik ga het even nat maken. Ik ben nu koep ontplof. Maar goed, ik ga het even nat maken. Even iets minder ontplof. Beter, hè? Ja. Ik ga lekker fietsen. Gaan jullie mee in de tas? Ja. Zien we wel of jullie er nog uitkomen. Maar we gaan lekker even een rondje. Even een half uurtje of zo. Lekker even een warme neus halen. Want het is absoluut niet fris. Het is hier gewoon echt warm al. Om niet te zeggen heet. Maar gelukkig hebben we een windje van zee. Dat is wel heel fijn. Oh, ik moet jullie nog iets laten zien. Wacht even. Mijn vogelhuisje is weg. En ik kreeg van een collega een vogelhuisje. Alleen is dat niet voor Mees. Dus dat ga ik nog even regelen. Maar kijk, hier hangt nu eentje voor witte koninkjes. Tussen de bosjes. En we gaan ervoor zorgen, zeg maar, dat dit er allemaal overheen gaat en zo. Dit ervoor langs. Dat het echt helemaal begroeid gaat worden. Want dat vinden ze fijn. Dus ja, en ook hier. Nee, dit worden allemaal bloemen. Kijk maar hoeveel. Het wordt één feest straks. We zitten inmiddels heerlijk buiten.
zonder scherm. Want het is hier gewoon aangenaam. En ik had al verteld dat ze nu officieel geslaagd was. En we kregen gewoon gratis eten van de beren. Dus de beren, top. Was vorige keer iets fout gegaan? Ja, ik wou zeggen dat is niet omdat ik geslaagd was. Nee. Ik heb het cadeau gehad. Ik had gewoon een burger die echt niet tevreden was. Ja, die was echt vies. En nu kregen we dus voor ons beide gratis saté. Heel erg lekker deze keer, hè? Deze keer? Ja. En nu gaat ze een kaars aansteken. Tegen de mugjes en zo. Oeh, ik zie je. Vlag aan het pakje. Ja, dat zei ik al. Pak maar even een nieuwe. Lachen. Ja, tuurlijk moet ik lachen. En nu gaat ze nog haar toetje eten. Want als je geslaagd bent, dan krijg je een lekker toetje. Dus ik heb het lekkerste toetje meegenomen wat er is. Ik vind dat ook heel erg lekker, maar ga het niet eten. Iets met... Nader het onheil wordt er geroepen. Maar kijk, die kop daar. En die zwaluwen die nu alle beestjes uit de lucht aan het pikken zijn. Maar wij gaan een rondje rijden, heb ik net gehoord. We gingen even tanken. Maar we hebben nu een probleem. Want... En niet een beetje. Het hoost echt. Echt heel heel hard. En het oneert. Dus we hebben nu al 2 rondjes gereden. We gaan nu poging 3 doen bij het tankstation. In de hoop dat het nu wel droog genoeg is om te tanken. Want als ik er nu ga staan... Dan ben je een verzorgingsmachine. Ja, maar dan mag ik ook niet meer in de auto bij jou. Jawel. Oh, dat wel. Voor de laatste een beetje koffie over de stoel. Dus een beetje natte soes kan er gewoon bij. Nou, zij rijdt. Ik zit. En het onweer. Ja, dat is niet goed. Nou, we zijn weer thuis. Tenminste, ik ben weer thuis. Valerie is al lang weer naar haar eigen huis. Maar het was echt heel slecht weer. Even 10 mm heeft het geregend. Inmiddels zijn wij weer naar binnen gegaan. Buiten werden we aangevallen door de muggen. Dus dat was minder leuk. Lekker even een rondje gereden. En nu ga ik heerlijk lekker naar boven. Formule 1 café kijken. En lekker op de Switch. Lekker Animal Crossing spelen. Binnenkort zal ik wel eens even laten zien hoe dat er van mij allemaal uitziet. Hoe mijn eiland eruit ziet en zo. Dat kunnen jullie op de tv wel even volgen, denk ik. Ik weet niet of er van jullie ook mensen zijn die Animal Crossing spelen. Het is een beetje ja, een zen ding, zeg maar. Ik vind het wel heel leuk om te doen. Gewoon een beetje rustige afleiding. Hé, daar was ik. Ik ga hem even omkleden in een pyjama. Het is nu heel benauwd en plakkerig. Dus ik hoop dat het een beetje lekker slapen wordt vannacht in elk geval. Niet al te warm. Zo, dat was een behoorlijke plaknacht. Ja, inmiddels is het al ochtend. Ik heb mijn camera weggelegd op een gegeven moment. Want het ging heel hard onweren. Daar ben ik geen fan van. En ik denk dat ik rond 1:30 of zo eindelijk eens in slaap gevallen ben. Het is nu 8:00, ik ben alweer een poosje wakker. Maar... Het was geen lekker nachtje, denk ik. Dat weet ik wel zeker, maar zo voelt het ook. Ik ga even wat video's uploaden voor jullie. En dan ga ik de nieuwe weekendvlog starten. Maar ik had dus niet de video afgesloten. Dus bij deze, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Het is een hele fijne dag als je deze video's morgens kijkt. En kijk je naar 's avonds? Slaap lekker. Heb mooie dromen. Ik zie je morgen in een nieuwe weekend. Of nee, niet morgen. Zondag in een nieuwe weekendvlog. Morgen komt er een bulletje in op video. Doei!